ASWH-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Transsafe en Kappa. Op deze zonovergoten zaterdag treedt ASWH aan tegen Dovo. In de strijd om de negende plaats. Er is slechts 2 punten verschil tussen de twee ploegen. De aftrap is voor Dovo. En daar komt een hoge bal voor ASWH. En daar wordt hensbal gemaakt, vlak buiten de 16. En na 4 minuten spelen is het een vrij directe vrije trap voor ASWH. Specialist Stanley Husse achter de bal. En hij mikt de bal prima net onder de kruising. Doelman Hagelstein is kansloos. En ASWH pakt al een vroege voorsprong. ASWH waar Mels van Driel en Peter de Lange nog steeds geschorst zijn. Dovo direct daarna. Goeie voorzet. Hans daar, maar het is Stef Doudé die ingrijpt. Het werd een wedstrijd, vooral de eerste helft, met veel kansen aan beide kanten. Een aantrekkelijke wedstrijd om te zien. Is daar de voorzet van Worm voor, maar die wordt door iedereen gemist. Even later, David Almeida heeft de bal hoog voor, komt de bal bij Nick Slotboom terecht. Die legt hem terug op Juderim, die geeft hem voor. Het is daar Kyle Doesburg die op de lat komt. Daar komt Dovo goed weg, anders had ASWH al een 2-0 voorsprong genomen. Peter Verhoeven van de afstand. Maar daarmee brengt die doelman Hagelstein niet in gevaar. En Dovo, het is daar Joshua Patrick. En toch wel een plaag voor ASWH met zijn snelheid en zijn behendigheid. Het is daar Amazigui die uit de muur toe kan schieten. Stef Doudé pakt hem. En daarna is de bal over de achterlijn geweest. Dan ASWH weer. In een heen en weer golvende wedstrijd. Kyle Doesburg die daardoor breekt. Legt hem goed terug op Jesper van der Bos. Die schiet. En het is daar doelman Hagelstein die redt. De doelmannen hadden het druk vandaag. Dan is het even later. Nick Slotboom. Die schiet. En Wormgoort die kan daar de bal pareren. Want anders zou die zomaar in het linkerhoekje binnengevallen zijn. Een goede uitbal daar. Weer een kans voor Jesper van der Bos. En ASWH die laat daar eigenlijk de kans liggen om in die eerste helft om een ruimere voorsprong te komen. Dan is het Dovo. Weer een snelle Patrick gezocht. Maar het is daar Tieleman die ertussen zit. Oeh, daar is die bal. En daar gaat Patrick heel gewillig naar de grond. En de scheidsrechter wijst naar de strafschopstip. Patrick gaat zelf achter de bal staan en schiet hem keurig in het zijnetje binnen. En zo is het geen 2-0 zoals in de wedstrijd zat, maar gewoon 1-1. Even later, weer hetzelfde duo aan de bal. Weer gaat Patrick gewillig naar de grond. De scheidsrechter die gaat daarin mee en die geeft een rode kaart voor Tierman. En zo is in 5 minuten tijd de hele wedstrijd op zijn kop. En is het 1-1. En staat ASWH met 10 man. En wordt in deze warmte dus nog een moeilijke wedstrijd. Goede kans daar voor Dovo, maar de bal schiet van de voet. Tweede helft inmiddels, eigen helft. Is het daar Peter Vroeven, die probeert het eens. En oh, die bal schiet prachtig binnen. Wat een wereldgoal van Peter Vroeven. Met 10 man in de verdrukking, maar wat een wereldgoal zeg. En zo komt de ASWH toch weer op 1-2. En ja, dat mag je vieren Peter Vroeven, zo'n goal. Want die maak je niet elke week. Ja, schitterende goal. Dovo zal het nieuw op jacht moeten. En zet ASWH dan ook wel danig onder druk. Maar ASWH houdt stand voorlopig. Maar nee, het is toch weer die Joshua, die Dekselse Joshua Patrick, die de 2-2 binnenschiet. Ja, en zo heeft ASWH toch niet heel lang kunnen genieten van die 1-2 voorsprong. Komt ASWH dan niet meer voor de goal? Dat is zeker niet waar, want hier weer Peter Verhoeven met een prachtige kans op de 2-3. Helaas, dat lukt net niet.
Dan is het Hugh erin. Een goede individuele actie. Brengt hem bij Kuildersburg. Die staat op de 5 meterlijn. Oeh, Kuildersburg. Die bal die moet er eigenlijk in. Maar via de voet van de keeper gaat hij toch nog ernaast. Dan is het weer Peter Vroeg. Oeh, die knalt de bal ver over. En dat was weer een kans. De grootste kansen zijn wat dat betreft toch voor met 10 man spelend ASWH. Zo is het hier weer Duisburg die onderschept. Die veel meters moet maken in de tweede helft. Hier weer een goede kans. Maar het is weer de doelman van Dovo die redt. Nou, inmiddels gaat de wedstrijd dan naar het einde toe. En zitten we inmiddels in de 94ste minuut. En die bal gaat op de paal en daar zwijnt ASWH. We zitten in de blessuretijd. Trekt ASWH dat ene punt nog over de streep? Ja dan nee. En dan komt die bal bij de tweede paal bij Amersfoort. En heel gelukkig schiet die Dovo daar toch nog op een 3-2. Heel zuur voor ASWH. Dat goed knokte met 10 man. Meer verdient dat. Peter Vroeven probeert dan nog even uit die aftrap zijn kunstje te herhalen. Maar dat lukt je natuurlijk geen twee keer. En zo blijft ASWH zuur achter en blijven de punten bij Dovo. ASWH TV wordt mede mogelijk gemaakt door Transsafe en Kappa.